vaak gezegd dat je moet vechten voor je relatie. Ja, dat het werk is. En dat het hard werk is. En ja. Volgens mij moet je dat dus juist niet doen. Nee, dat zal misschien voor sommige mensen wel gelden, maar... Nee, ik geloof dat ook niet echt, nee. Je moet elkaar wel een beetje blijven versieren. Ik denk dat dat wel belangrijk is. En het hoeft helemaal niet zo te zijn dat met grote diamanten ringen. Oh wel, dat mag ook wel hoor, dat is helemaal niet erg. Maar een kopje koffie, 's ochtends op bed of zo, dat is ook al gewoon heel leuk. Dus je moet altijd hoffelijk blijven tegen elkaar. Zelfs als je ruzie maakt. Maar je moet een paar dingen niet doen. Je moet elkaar niet af gaan zeiken bijvoorbeeld. Je moet elkaar niet ten koste van elkaar grappen maken. En zeker niet in gezelschap. Dat is ook heel vervelend voor het gezelschap natuurlijk. Maar ik denk dat ook heel belangrijk is. En dan kan je gewoon afspreken met elkaar. En dan kan je ook, als je dat zelf niet doet, dan kan je dat ook van een ander vragen om dat niet te doen. Je ziet dat heel vaak. Mensen die lang bij elkaar zijn. Als er dus geïnterviewd wordt, dan doet ze dat dus altijd. Dit soort dingen zeggen. Dat bedoelt hij.